Mijn naam is Johanna de Schipper. Ik ben nu 36 en ik ben eigenlijk beeldend kunstenaar. Daarnaast werk ik 2 dagen in de kroeg, soms 2,5 per week. Dan werk ik nog voor het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, ben ik adviseur. Ja, af en toe nog hier en daar een opdracht. Dus het is een beetje bij elkaar sprokkelen allemaal. De situatie waarin ik nu zit vind ik best wel spannend. Op dit moment ben ik weer bezig mijn beroepspraktijk terug te pakken. Want ik heb die keuze op zich heel bewust gemaakt. Ik heb heel lang heel hard gewerkt. En ik wilde gewoon heel graag weer het kunstenaarschap oppakken. Maar het is ook financieel heel onzeker. Ja, daar heb ik ook wel eens mijn twijfels bij. Ja, dat vind ik wel spannend. Dat is moeilijk. Ik heb niet zo gauw gevoelens van schaamte over mijn financiële situatie. Maar ik voel wel altijd enorme druk om alles goed te doen en de rekeningen te betalen. Er komt gewoon wel eens in situaties waarin dan heel veel dingen tegelijk komen of onverwachte kosten. En dat vind ik soms wel moeilijk. Ik heb vanuit huis al meegekregen van je moet werken voor je geld. En ja, dat vak wat wij dan doen, dat is natuurlijk een vak waarin je nog moeilijk je geld kan verdienen. En sommige mensen kijken er toch weer anders tegenaan. Dus mocht je er niet van kunnen leven, dan ben je niet succesvol. Ja, en als je diep in die haarvaten van de kunst zit, dan weet je gewoon dat eigenlijk een beetje onzin is. Want ja, meeste kunstenaars werken heel hard en maken hele mooie dingen. Maar ja, het geld is altijd heel erg lastig. Toen ik jong was, was ik echt ontzettend ambitieus. Ik ben begonnen met de grootste ambities en ik was echt een wilde bras. Ik wilde heel snel groot worden. Ik had daar allemaal ideeën over hoe het was om beroemd te zijn. En ik zou dan wel eens even bij die 0,02% horen die het helemaal ging maken en zo. Alleen ja, toen kwam het echte leven toch wel om de hoek. En ik moest toch woonruimte hebben in Amsterdam en ik moest mijn studentenhuis uit. En ja, gaandeweg dan leer je gewoon dat er toch brood op de plank moet komen. En ja, je moet gewoon je doelen bijstellen. Het is ook gewoon een vak. Het is een beroepspraktijk en je moet gewoon discipline hebben en je moet gewoon doorgaan. Dus je kan niet zeggen van, oh, nu komt het aanwaaien, want nu heb ik inspiratie. Zo werkt het in ieder geval voor mij niet. Ik ben wel iemand die echt een gedaanteverwisseling kan ondergaan. Ik heb natuurlijk die verschillende posities. En dan de ene moment zit ik te praten met iemand of te onderhandelen over iets. Of ik ben in mijn atelier aan het werk en daarna dan moet ik heel snel op de fiets. En dan denk ik, oh, ik ben alweer bijna te laat. En dan moet ik mezelf omkleden en dan sta ik achter die bar. En dan zit ik daar helemaal in en ik kan het goed en ik vind het leuk. En ik geniet daar ook wel van, maar het is totaal anders. Ik zeg ook wel soms tegen vaste klanten van ik verdien wel een Oscar voor mijn acteerwerk. Omdat ja, dat het gewoon zo'n andere wereld is. Nou, voor mij een heel moeilijke periode was wel dat ik mijn laatste project had afgerond. Toen merkte ik pas hoe fysiek, hoe moe ik eigenlijk was. En dat ik zo ver afgedreven was van wat ik eigenlijk wilde doen, dus het creatieve. Wat ik deed vond ik heel erg leuk, maar ik was gewoon veel te ver voor mezelf voorbij gegaan. En ik merkte daarna pas dat ik uitgeput was. En ik wilde heel graag in mijn atelier zijn om bij mijn werk te zijn en mijn werk te maken. En dat lukte op een gegeven moment niet. Ik moest mijn atelier opzeggen. En ik heb gewoon 6 maanden lang zonder atelier gezeten. En dat heeft mij wel heel erg wat gekost. Dat elke keer opnieuw een ballotage doen en dan afgewezen worden of überhaupt niet eens in de aanmerking komen. Op zo'n moment wordt er heel veel van je gevraagd. Want niemand zit op je te wachten, maar je moet het toch gaan doen. En dat is dan best wel eenzaam en voor mij wel een soort van nulpunt. De maatschappij is gewoon heel erg rechts aan het worden en het wordt gewoon heel moeilijk ook om rond te komen. En het zit hem niet alleen maar in het inkomen, maar het zit hem ook in de kosten die je maakt. Dus als je heel hoge huren hebt of je kan geen atelier meer huren omdat het zo duur wordt, daar moeten mensen alert op blijven. En de kunstenaar zou daar zelf ook meer aandacht nog aan moeten besteden, denk ik. Om te behouden wat er is en niet nog meer kwijt te raken, maar ook wel misschien weer een beetje terrein te winnen. Wat
wat heel positief eraan is geweest, is de enorme vrijheid die ik heb weer. Ik ben ook over het geheel genomen wel heel gelukkig met mijn keuze. Ik heb hele mooie dingen weer gemaakt en ik was echt totaal productief. Waar ik vroeger heel erg aan twijfelde aan mezelf, heb ik nu wel een soort de know-how en de drive om echt het werk te maken en het ook aan de man te brengen. Ik ben minder verlegen daarin. Ik heb een hele mooie expositie ook aan overgehouden. Die hangt nu nog. Daar zijn ook werken verkocht, dus daar is ook wel bevestiging weer uit voortgekomen. Ja, dat doet mij wel goed, dat ik me daar weer op kan richten. En dat je toch die creativiteit die in je zit, dat je die wel weer vrij kan laten. En dat voelt gewoon heel fijn, dus dat je dicht bij jezelf kan zijn. Als ik naar de toekomst kijk, dan zie ik... Ik sta echt achter mijn keuze. En ik hoop dat ik iets kan opbouwen met mijn collagekunst en mijn performancekunst. Maar ik ben ook wel realistisch dat als het dan niet tot een bepaalde inkomen komt, dat ik dan echt een baan moet gaan zoeken. Wat gewoon wel buiten, misschien wel buiten mijn vakgebied ligt. Dat zou ik heel jammer vinden, maar ik hou er wel rekening mee. En tegelijkertijd is dat ook een goede stok achter de deur. Dat ik toch echt mijn best doe om... om er iets van te maken. Want je wordt wel ouder en je kan niet heel je leven maar op dromen leven natuurlijk. En daar ben ik wel te nuchter voor, ja. Dus